Gods verhaal, Anna en Simeon. Een deel van Gods verhaal gaat over Anna en Simeon. Het gaat als volgt. Voor honderden jaren beloofde God zijn volk, de Israëlieten, een verlosser en een koning. Hij vertelde dat deze verlosser als baby zou komen, als zijn eigen zoon. Mensen wachten een lange, lange, lange tijd op de verlosser. En sommigen hun hele leven. Oké, toen Jezus uiteindelijk was geboren, was er een man die in Jeruzalem leefde met de naam Simeon. Hij wachtte in het bijzonder op de door God beloofde koning, omdat hij van God hield en hij hem volgde met zijn hart. Hij sprak zelfs met God door de Heilige Geest. Tegenwoordig kan iedereen die met zijn hart Jezus volgt, op elk moment de Heilige Geest spreken. Voordat Jezus was geboren, sprak de Heilige Geest alleen met sommige mensen. En Simeon was één van hen. In ieder geval vertelde de Geest hem dat de baby zou worden geboren als Simeon nog leefde. Omdat God het al honderden jaren beloofde, was het heel bijzonder. Simeon zou uiteindelijk Gods verlosser ontmoeten. Hij wist alleen niet wanneer. In de nacht van Jezus' geboorte verschenen engelen aan de herders en verkondigden de komst van Jezus. Enthousiast renden ze weg en vertelden het iedereen die ze kenden. Maar onthoud dat er geen telefoons en internet was. Niet iedereen wist dus dat Jezus geboren was. Ook Simeon niet. Kort na de geboorte van Jezus vertelde de Geest dat Simeon naar de tempel moest gaan. Hij wist misschien niet waarom, maar hij gehoorzaamde toch. Gelukkig maar. Want toen hij in de tempel was, kwamen Jozef en Maria daar met hun baby Jezus. Simeon wist gelijk wie Jezus was. We weten niet hoe hij het wist, maar hij wist het. Hij nam Jezus in zijn armen en zei: Heer, u bent koning. Laat mij als uw dienaar nu in vrede gaan. Dat heeft u beloofd. Met mijn eigen ogen heb ik gezien wat u heeft gedaan om uw volk te redden. Kijk, Simeon was behoorlijk oud en het ontmoeten van Jezus was het enige wat hij in zijn leven wilde. De verlosser was er en hij was gereed om in vrede te sterven. Er was nog iemand die dag in de tempel. Een vrouw met de naam Anna. Vele jaren verbleef ze in de tempel, dag en nacht, om God groot te maken en hem te aanbidden en te dienen. Net als Simeon sprak ze met God via de Heilige Geest. We weten niet hoe lang ze daar al was, maar op dat moment was ze 84 jaar oud. Ze kende God goed en net als Simeon verwachtte ze de koning die God had beloofd. Ze kwam langs toen Simeon met Jozef en Maria sprak. Gelijk prees ze God. De koning is eindelijk hier, zoals God heeft beloofd. Toen Simeon en Anna Jezus ontmoetten, was ze vervuld van blijdschap. De Bijbel vertelt ons dat geloof zeker weten is waar we op hopen. Het is zeker, ondanks dat we het niet zien. Simeon en Anna waren er zeker van dat God een verlosser had beloofd. En ze waren er zeker van dat hij zou komen. En toen ze hem zagen, waren ze zeker van dat de verlosser gekomen was. Omdat ze vertrouwen hadden dat God zijn belofte nakomt. En dat is het verhaal van Anna en Simeon. Mocht je het gemist hebben, dit is de verkorte versie. God belooft een verlosser. Mensen wachten. Simeon wachtte een lange tijd. Hij hield van God. God zei dat hij Jezus zou ontmoeten. En hij ontmoette Jezus. Het ontmoeten van Jezus was het enige wat hij wilde. Anna hield ook van God. Ze wachtte op haar verlosser. Ze ontmoette Jezus. Simeon en Anna hadden geloof. God hield zijn belofte. En dat is een deel van Gods verhaal.